Goeiedag. Herfstkleuren en regenplassen, dat is de korte samenvatting van het weer wat ons deze dinsdag te wachten staat. Vanaf de Noordzee trekt namelijk een flink aantal buien over het land. Vanochtend lag het zwaartepunt daarvan vooral boven de westelijke helft van het land. Die buien klonterden ook wat meer samen en dat leverde echt langere tijd aaneengesloten regen op. En ook flink wat neerslag kwam daarbij naar beneden. Tijdens de middag trekken die buien nog verder van west naar oost over het land. En dat blijft eigenlijk gestaag een beetje doorgaan. En vanavond dan wordt het in het noordoosten en oosten geleidelijk wat droger. Maar die buien krullen een beetje om dat gebied heen. Dus vooral het westen en zuiden houdt ook vanavond en komende nacht nog met buien te maken. Woensdag over het algemeen wat droger, wat meer ruimte voor de zon. Maar volledig droog zal het voorlopig nog niet worden. Vanmiddag hebben we dus nog met dat buiige weertype te maken. Vooral aan zee kan daarbij ook onweer, wat korrelhagel of af en toe ook windstoten voorkomen. En die buien trekken dus oostwaarts over het land. Ook redelijk wat wind daarbij. Boven land een matige wind, windkracht 3 of 4. Maar aan zee af en toe ook een vrij krachtige of krachtige wind, windkracht 5 of 6. En het is daarbij ook behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Temperatuur komt niet veel hoger uit dan 12. Graden. En met het wegtrekken van die buien maakt vooral het westen en ook het midden van het land de grootste kans om nog even een glimp van de zon op te vangen. Vanavond dan wordt het in het noordoosten en oosten geleidelijk wat droger. Die buien trekken een beetje om dat gebied heen. Dan kan vanavond ook af en toe nog wat onweer voorkomen. En de temperatuur daalt dan geleidelijk naar zo'n 8 tot 10 graden. En de wind gaat ook wat liggen. En dat het vannacht minder hard gaat waaien, gaat vooral voor het noordoosten van het land parten spelen. Want daar kan tijdens zo'n windluw moment wat nevel of mist ontstaan. En het kan morgenochtend misschien ook nog wel een tijdje duren voordat het daar verdwenen is. In de rest van het land blijft kansen op een aantal buien. Daar is het ook iets minder koud met zo'n 6 tot 8 graden en dus een wind uit het zuidwesten tot westen. Morgen zijn er over het algemeen langere, drogere perioden. Er blijft nog wel kans op enkele buien. Tijdens droge momenten ook wat meer ruimte voor de zon. En daardoor valt de temperatuur ook een fractie hoger uit. 13 of 14 graden, maar daarmee zitten we altijd nog ruim onder het gemiddelde van 18 graden voor eind september. En de wind komt morgen uit het zuidwesten tot westen en is zwak tot matig van kracht. De komende dagen blijft dat wisselvallige weer maar voortduren. Vooral de zaterdag lijkt er nu op echt als een verregende dag te gaan verlopen. Vrijwel een aaneengesloten laag bewolking. En in de nieuwe week komt een hoge drukgebied wat dichterbij. En dan stijgt de kans op wat hogere temperaturen en ook minder buien.